Hier in het Dordrechts Museum kon je vandaag koninklijke vogelhuisjes maken. We hebben zo'n schitterende tentoonstelling van Aart Schouwman. En dat was een dordtenaar. En dat heb ik de kinderen laten zien. En nu zijn ze dus tot de ontdekking gekomen om die kinderen ook eens iets leuks laten doen. En wij zoeken dus nu dus voor alle vogeltjes een vogelhuis. De kinderen mogen zelf weten hoe de vogelhuisjes eruit komen te zien. Ik ben een vogelhuisje aan het maken en ik ben nu bezig met de achterkant in kleuren. We hebben de voorkant al gemaakt en ja, uiteindelijk ga je hem in elkaar zetten en dan heb je een vogelhuisje. De museumdocent vindt het belangrijk dat de kinderen creatief bezig zijn, want dat is niet altijd even makkelijk. En dat ze iets met hun vingers doen. Wat mij zo opvalt, het is ook makkelijk te verklaren. Je zegt voor je iPad, je televisie, dat je het allemaal kan, wat daar gebeurt. Maar zelf doen, dat is nog iets anders. En dan kom je tot ontdekking dat het ingewikkelder is vanwege de motoriek. Als de vogelhuisjes af zijn, mogen ze mee naar huis. Je kan hem ook ergens mee inspuiten, waardoor je hem ook buiten kan ophangen. Maar je kan hem ook gewoon in je kamer ophangen.